Het is uniek. We staan voor het eerst op een WK. Er zitten geweldige speelsters bij. En ik denk dat we uiteindelijk in staat zijn tot een geweldige prestatie. Dus, nou goed, die eerste wedstrijd mag je misschien nog een beetje, nou ja, half slapend bekijken. Maar die tweede moet je er volop voor zitten. En die derde tegen Canada, ja, dan moet je gewoon de hele nacht doorhalen. Gewoon de hele nacht Coca-Cola drinken en koffie zetten. En gewoon de volgende dag doorfeesten. Toeteren door de straten, want het wordt gewoon één groot feest. Voetbaltechnisch zullen we veel beter zijn. We zullen veel betere voetbalsters hebben. Maar ja, Nieuw-Zeeland, dat soort teams staan erom bekend dat het moeilijk is om tegen zo'n collectief, om in voetbaltermen te praten, te spelen. Nieuw-Zeeland zullen altijd heel getraind zijn, geven nooit op. Dat is echt zo Australisch, Nieuw-Zeelands, Amerikanen, allemaal een beetje dezelfde sportcultuur. Dus dat is altijd heel lastig. Ik denk dat we 1-0 achterkomen, dat het dan heel lang duurt, 1-1. En dat we dan net vlak voor tijd is het Miedema die de 2-1 maakt.